Wat is een klacht? Klagen doe je als er iets mis is, als er regels overtreden worden. Er is iets niet in de haak, dus je hebt een klacht. Je kan een klacht hebben over de zorg of de hulp die je ontvangt van ons tweede thuis. Bijvoorbeeld over de afspraken in je cliëntplan. Je kan ook een klacht hebben over de manier waarop de begeleiding met jou omgaat. Heb je niet genoeg vrijheid of zijn er huisregels waar je het niet mee eens bent? Als je het ergens niet mee eens bent, dan mag je klagen. Doe je dat niet, dan weet niemand dat je ergens ontevreden over bent en wordt je klacht niet opgelost. Bovendien, van jouw klachten kunnen anderen leren om dingen beter te regelen. Over wie gaat de klacht? Het is belangrijk om met hem of haar te praten. Misschien heeft hij wel niet in de gaten dat je iets niet leuk vindt. Je begeleider kan je daarbij helpen. Jullie kennen elkaar goed en samen kan je kijken wat er aan de hand is. Als je er niet uitkomt met je begeleiding, dan kan je naar de vertrouwenspersoon klachten van ons tweede thuis. Ik zeg het nog maar een keer, de vertrouwenspersoon klachten. Dat is iemand die naar jou luistert en jou kan helpen. Alles wat je tegen hem of haar zegt is vertrouwelijk. Hij vertelt het dus niet door aan iemand anders. Hij is er speciaal voor jou. Samen met hem of haar kan je kijken wat je aan je klacht kan doen. Misschien moeten er dingen beter uitgelegd worden aan jou of aan de begeleiding. Misschien krijg je niet gelijk, maar wordt het wel duidelijker waarom iets niet kan. Of je krijgt wel gelijk. De vertrouwenspersoon kan samen met jou naar de begeleiding gaan. Misschien hebben jullie samen wel een nieuw idee bedacht. Als je meer wilt weten, bijvoorbeeld omdat je vindt dat je klacht nog niet goed is opgelost, ga dan naar de website van Ons Tweede Thuis, www.onstweedethuis.nl/klachten. Of vraag de folder aan bij het dienstencentrum van Ons Tweede Thuis, Vuurdorenstraat 11, 1431 RM in Aalsmeer. Je kan ook mailen naar klachtencliënten@onstweedethuis.nl.